Bij het revalidatiecentrum in Breda leidt Jaswan Kunji Bihari een afdeling die gespecialiseerd is in het maken van protheses. Dit is het model. Hij is mooi. Ja. Vind je van? Ja, ik vind het prachtig. Ja? Wat vind je van? Vind je het mooi? Ook mooi, ja? Hè? Ben je blij voor mama? Ja. Het is bijna niet van echt te onderscheiden. Ja, Sant, is dit waar je het voor doet? Ja. Ja, wat ik heel belangrijk vind is van als mensen hier komen met een vraagstelling, dan vind ik het heel belangrijk om jezelf goed te verplaatsen in die persoon. En ook goed te luisteren wat ze willen. Want als ik bij iemand om hulp ga vragen, dan zou ik het ook prettig vinden als men tot het uiterste gaat om mij te kunnen helpen. Dus dat doe ik het ook bij een ander. En heel belangrijk is in mijn vak dat je je goed kunt verplaatsen in de persoon die tegenover je zit. Om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen krijgen. Dat is gelukt? Ja, gelukkig wel. Wat ik nu aan het doen ben, is de nagel alvast inbedden in de mal. En daaromheen ga ik dan de siliconen mengen en instoppen. En dan wordt het de vinger? Dan wordt het de vinger, ja. Eigenlijk kun je vergelijken als schilderen. Hier heb ik dan siliconen, verschillende siliconen kleuren dan gemengd, zodat je dan de huidskleur hebt. Anders kan ik je even laten zien. Kom maar, maak je aan. Kijk, dit is iets te donker nu. Even kijken. Als ik zo kijk met jou, dan heb ik meer rood nodig. Dan ga ik zo voor de gein even dat nabootsen. Ik heb hier een beetje siliconen gemengd. Dan kan ik je laten zien wat ik mee bedoel, hè. Zie je dat? Kijk maar. Is nagenoeg hetzelfde. Zo met je computer. Ach, het is toevallig ook de goede kant. Ja, veel links handen. Oké, en nu sluit. Dus dat is het, ja, beste nadeel. Ben je nou in dit vak terechtgekomen? Ik kwam eigenlijk hier in 1979 naar Suriname om te gaan studeren voor vliegtuigtechniek. Maar ja, ik kreeg een studiebeurs. Ik was mijn Nederlandse nationaliteit kwijt. Dus dan moest ik zien hier eerst inkomsten te hebben en daarna te gaan studeren. Toen kwam ik een vriend uit Suriname tegen, die had een studiebeurs gekregen om voor orthopedisch instrumentmaker te gaan studeren. Mocht ik een keertje meelopen in Den Bosch in het ziekenhuis. Voor een paar uur was ik naartoe gegaan en ik was helemaal verkocht. Ik was de hele dag gewoon daar gebleven. En ik ben blij dat ik niet geen vliegtuigtechniek gestudeerd heb. Maar dat dit vak doe. Wat we nu gaan doen is Akram. Die heeft al een prothese gehad. Het is een herhalingsvoorziening. De prothese is te klein geworden, dus moest er een nieuwe prothese gemaakt worden. Bouw je nou een relatie op met mensen die vaker hier komen? Ja, net als bij Akram. Akram is een hele leuke jongen. En de eerste keer dat ik hem zag, wilde hij niet dat ik aan zijn arm kwam. En daar zijn ze. Hallo. Hallo. Hoi Akram. Nee. En, vind je spannend? Ja. Wat krijg je vandaag? Nieuwe hand. Oké. En daar zit je al lang op te wachten, hè? Want ja. Gisteren heb je hem gemist. Ja. Omdat ik alles moest overbouwen, hè? Ja. Ombouwen op je nieuws, aan je nieuwe prothese. Kijk. Is dat mijn nieuwe prothese? Ja, dit is de oude. Die heb ik voor jou bewaard. Dan mag je meenemen. Dan kun je ook zien hoe hard je gegroeid bent. Dit is een nieuwe, hè? En ja. Dat was de reden dat zijn elleboog hieruit stak.
Okay. Omdat hij niet dieper in kon. Hé, hey, nieuwe nagels! Ja. Ja. Voilà. Dat heb je helemaal zelf gedaan, of niet? Ja. Is dit een nieuwe? Ja. Is dit een nieuwe? Ja. En die is lekker dun. Ja. Krijg ik een hand van je? Goed zo. Oké. Okay. Hoe zit die? Goed. Goed? Ja. Heb je nergens pijn? Nee. Nee? Niet nee. Zwaar? Akram, ja. Niet zwaar? Nee. Nee? Slecht. Oké. Okay. Okay, laat je mijn hand los. Ja. Laat je hem los? Ja, ik laat je ook los. Ja, nee, kijk maar, kijk. Ah. Ik was ook opa. Oké. Okay. Dag. Dankjewel. Wat zeg je dan? Dag. Dag grote vriend. Dag grote vriend. Tot ziens hè. Tot ziens. Doeg.